Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinna en de Wezenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag 20 september en we leven om 14:26. Ja, het is later weer geworden dan ik eigenlijk wilde, maar dat heeft zijn redenen. Ja, het is trouwens 21 graden, het zit er ook luchtig bij. Ken weer even. Ja, ik ga de meisjes rap uitlaten en boodschappen doen. Hoe en wat allemaal, ik weet het allemaal niet, maar het komt allemaal goed. En als ik thuis kom, dan laat ik het jullie allemaal natuurlijk weer zien wat ik gehaald heb. Want het is ook tevens voor het feestje van Karin, ja. En daar heb ik een heleboel opdrachten van, dat moet, dit moet, zus moet, zo moet. Staat op mijn eigen wat is het. En ik heb de computer maar uitgelaten. Ik denk, bekijk het maar. Even zo. Ik moet niezen. Oh jee. Oh jee. Voordat de handel gelijk moet pakken. Ha. Mierentietjes, kippenvel. Maar ik zou kijken hoeveel de telefoon aangaf. Ook 21 zegt hij, nou alleen, hij blijft op 21 en voelt als 21, top. Maar dat ik weer hoofdpijn heb, zoals altijd, ik word trouwens sowieso word ik wakker met hoofdpijn. Dan blijf ik weg met medicijnen in en meestal is het met een uur, twee uurtjes over. Maar nu nog niet. Het is wel gezakt, maar er is er een weer bezig met een badkamer, geloof ik, de douche, weet ik veel. Ja, en dat geeft herrie mee. Ja, kan hij ook niks aan doen, maar het is niet bevorderlijk als iemand hoofdpijn hebt. Ja, en dus dat dus. Maar ja, leuk is het niet voor mij. Ik hoop dat ik straks lekker een beetje opknap verder. Het is al wel wat gezakt door de betere medicijnen die ik nou slik. Maar ik moet nog wel weer even wat anders erbij halen eventjes. Omdat ik dat afbouw, moet ik het nog wel hebben. Maar in ieder geval ga ik dus met die mooie knappert lopen. En met die mooie knappert. Hé, alle beknappertjes, hè? Ja. Ga ik even lopen en daarna gaan we de hort op en boodschappen doen. Dus dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En we zien elkaar later. En ik neem jullie dus niet mee, want het mag bij de FOMA niet en ik wil er niet uitgestuurd worden. Dus ja, ik hou de eer aan mijzelf. Ik ga er ook geen ruzie om maken, niks niet, nee. Dat ze moeten eens een keer leren hier wat vloggen is en wat een vlogcamera uit zichzelf al doet. Ja, want als ik op een medeklant richt, die wordt waardig, weet je, dus niet te herkennen, zo wat. En degene die erop willen, die mogen er gewoon op. Zo simpel. Ja, en ik vraag het altijd netjes. Wil je erop? Ja. En dat hoor je meestal ook in de vlog van, wil je erop? Nou ja, prima. Ja, dat mogen jullie best horen als ik dat vraag. Waarom niet? Boefie. Is het boefie, boefie, boefie? Ja. Hé, dametje. Lekker ding. Maar oké, ja, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. En tot later. Doei.
Oh, lag jij daar? Hé? Lag jij daar? Hé, wat een jeugd, hè? Joh, wat een jeugd. Ook zoveel meegemaakt, hè? Ja, maar dat is wel mooi. Ja. Was je mooi, hè? Ja. En we zaten zo keurig netjes, hè? Ja, die foto die komt er ook in. Ja. Ik weet niet of het ook op de film staat, weet ik niet eens. Maar jullie zaten er heel mooi. Ja. Ja. Hè? Ja, ik weet niet. Maar het komt allemaal goed. Ja, dat waren dus de adelborsten van Den Helder. Die we hebben gezien via de telefoon. Ja, kan dat ding mee? Nee. En ik wist ook niet dat ze een rondje Den Helder zouden doen. Althans, een rondje door het centrum. Want ook lopen ze natuurlijk weer terug. En dan kun je het ook weer kijken. Maar één keer vind ik genoeg en ik moet ook boodschappen doen. Dus vandaar dat ik eventjes weer hier ben. Ik heb de ronde met de meisjes gedaan en we hebben even daar gezeten. En dan ga ik boodschappen doen. Dus ik ben mijn eigen aan het klaarmaken om dat te gaan doen. Ja. Die heb ik straks ook nodig. En er lag post in de brievenbus van Collecte Week. Van 6 tot 12 oktober van de Nederlandse Brandhondenstichting. Nou, wat denk je zelf? Dat ik nog ga lopen? Nou, nee. Stokje mag geen ander doen, hoor. Ja, ik draag het stokje aan een jongere iemand. Gewoon over wegwezen. Wie het doet, doet het, maar ik niet meer. Demi raakt als peuter verbrand door een ongeluk met een keukenaansteker. Ja, wat denk je, hè? Mijn zoon, die raakte ook gewond door mede dankzij zijn vader, die niet oplette. Ja, en door hete thee. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, daar ga ik niet meer mee door. Nee, ik ga dat afmailen, weet ik veel. Ik ga lekker mijn gang, ik ga dat niet meer doen. Een ander mag het doen, zo simpel. Ja. Wat ik ook voor de kleine poppendijnen heb gekocht, wat het wordt, een jongetje of een meisje, dat maakt ons niks uit, als het maar gezond is. Maar ja, wat ik nog gekocht heb voor Karin, wat ze ook morgen krijgt, jullie zien me de bovenkant al, jullie horen het al. Maar dat is dit. En dan heb ik Karin ook. Dus ja, ik zal erop nemen en ik zou zeggen, tot later. Ja, ik denk ik kom toch nog even terug naar het telefoontje, voordat ik wegga. Maar zo trots op jou, dat is dus voor die kleinen, hè? Die in de buik groeit, ja. Er zit al heel wat geld in. En de rest doet ze zelf maar. Alle kleine beetjes helpen, zou ik zo zeggen. Ja, en er zit een stoppen onder. En dat is dus ook voor die kleine. Ja, ze mogen zelf niet aankomen. En dus enkel maar wat in doen. Totdat hij vol is. En dan, of ik kan zeggen van, ik hou hem hier. En een spaarrekening open voor die kleine. Ja. Gewoon simpel zat. Dat doen we gewoon. Ja, ze krijgt hem wel, maar hij blijft hier. Zo doen we dat. Pak hem gewoon in. En dan zeg ik van, je krijgt er wat. Ik weet ook niet hoe ik hem in moet pakken, want ik heb geen doosje, niks. Waar die in hoort. Nee. En daar baal ik wel van. Maar in ieder geval, ik zie wel wat ik doe, hoe ik het doe, hoe ik het ga doen. Ik weet het even niet. Maar dat komt wel goed. Ja, laat mij dat maar doen. En ja, één pak papier heb ik wel. En dan loopt en dan rijdt en dan gaat van alles langs mijn huis. Maar wat weet ik niet. Maar dat doet er ook niet toe. Ik ga de hort op, lieve vrienden. Want ik moet ook naar de DA-drogist. En ik moet voor Karin of naar Van Haren of naar de andere schoenenwinkel. Om twee lege oude schoenendozen. Wat ze ermee moet, weet ik ook niet. Maar dat doet er ook niet toe. Nee, we gaan er gewoon vandoor. Ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, ik ben eindelijk weer thuis. Ja.
enige wat lekkers. Heb ik wel verdiend. Na zoveel boodschappen te doen. Wat heel erg duur was. Ja, ik denk nou, ik heb het verdiend. Dan nog maar een beetje meer geld. Ja. Boodschappen. Standaard. Oké, er zit ook wat van mezelf bij voor in de huishouding. Zoals klozet, papier en vleeswaren en gewone normale kaas. Maar oké, er zit heel veel bij voor Karin haar verjaardag voor morgen te vieren. Ja. Dus, ik was totaal, geloof ik, dacht ik zo'n klein beetje uit mijn hoofd, €72,45 kwijt. Ja, ik miste net nog een stuivertje, anders had ik het gepakt kunnen geven. Maar dat ging hem niet door. En toen dacht ik van nou, het heeft me al genoeg gekost. Koop ik dat ook nog voor mezelf. En ik zat buiten, ik moest buiten wachten, want ja, ik had die tas met boodschappen. Die laat je niet alleen staan op de booster, nee. Had ik ook een wijntje, maar een heel ander wijntje dan ik gewend ben. Ik had een witte wijn, groot glas, koud. Maar ik denk eer dat mijn pizza klaar is, heb ik mijn wijntje nog niet op zo'n groot glas. Dus flink geteugd. Ja, dus jullie begrijpen wel, ik heb hem een klein beetje om. En dat één wijntje, normaal nooit. Maar ik voel me er wel lekker door, ja. En ja, helaas Karin, jij had om schoenendozen gevraagd. Nou, nobody, hè? Niemand heeft schoenendozen in de winkel staan, hè. Nee, zoals Capie niet en zoveel van haar niet. Ze gaan er gelijk even scheuren, dus ja, ook ik zit met een probleem vanwege wat ik hier nog voor jou heb staan, wat hier als cadeau blijft. Jij krijgt het als cadeau, maar het blijft hier. Want het is niet voor jou, maar voor diegene die in je buik zit. Ja, daar is het voor. Ook daar had ik niet een doosje voor. Dus ja, ik moet het anders fabriceren vanavond. We zien het wel, we zullen het wel beleven. En ook jij mag nadenken. Ik zal jou, als je mij vanavond al belt, en anders app ik je wel. Wanneer ik een beetje onnuchterd ben, want ik heb nou koffie staan. Ik ga nog een sapje inschikken en ik ga eten. Dus zeg het, lieve schat en lieve vrienden. En tot later. Ja, lieve vriend, ik had al laten zien dat ik een hoop boodschappen had gedaan. Ja, dat moet ook nog steeds. Ja, moet ik allemaal nog doen vanavond. Maar dat komt wel goed. Dat moet naar de wc, maar ik moet eerst de closetrolhouder even schoonmaken. Voordat dat erop gaat. Ik zet jullie even hier neer en dan gaan we de tas even uitpakken. Ik ben ook toch te horen kijken, want het is even reclame. Een zak chips wordt er besteld, dus dat hebben we dus. Een leverworst wordt er besteld, ook dat is er. Dat is voor mij, medicatie. Dat gaat opzij. En ja, ik heb een gekookte worst, is ook altijd lekker. Erbij. Tomaatjes. Ik pak het eerst gewoon allemaal uit. Mis nog wat. Oh, hier ook. Nou, dat is voor hier ook, hè. Molken van de kou voor de koffie. Dat dus. Nu zit ik daar neer. Ik had een courgette weer. Ik heb zuivelspret, knoflook en kruiden. Daar vroeg ze ook om. Ook daar vroeg ze om, maar die heb ik zelf ook. Deze. Dus ja, komt ook helemaal goed. Die zetten we daar even neer. Voor Sint Maarten heb ik alvast een zak kruidnoten. Dan leggen we daar even neer. Een toast vroeg ze om. Dus dat heb ik. Ik heb ook nog wel, maar dat doet er niet toe. Die is voor mij. En die is ook voor mij. Ik zet ik gelijk even weg. Ja. Even. Een opmaak idee. En dan komt. Ja. Die daar. Ik wil allemaal niet wat ik wil. Die komt daar. Die komt daar. En die leggen we daar even neer.
Daar heb ik Roderick voor nodig. En dat weet hij zelf nog niet. Maar dat komt ook wel goed. En dan heb ik nog een kromme jongen, oftewel een komkommer. En dan heb ik 1, 2, 3 bakjes met smeersel voor op de toast. Ik heb 1, 2 potjes zelfde groenten. Was in de aanbieding witte bonen op tomatensaus. Ook altijd lekker. Althans, dat vind ik lekker. Ja. Dan heb ik blokjes kaas voor de, dat wordt ook om gevraagd. Ik heb ook dipkruiden voor de toast of voor de chips. Dat kan ook. Ik heb voor haar mijn mayonaise meegenomen om dipsaus te maken ook. Want ook dat heb ik, het ouderwetse gedoe met... ja, ik dacht dat ik 3 zakjes had. Misschien wel even 2. Ik heb ook dus wraps. Momenteel zie ik er nog maar 2, maar er moet er nog eentje wezen. Om dus voor de chips dipsaus te maken. Een potje mosterd, waar ik niet zo echt gek van ben. Wel door een gerecht heen, maar dat is een speciaal gerecht. Eten voor mijn kereltje, dat zet ik ook gelijk even weg. Hoppa, die heeft hier gaan staan. Hoppa, even kastje open. Hoppa. En hoppa. Zo. En dan heb ik... Nou ja, ze moest ook ham hebben. En Ardenne boterhammenworst. En kalkoen had ze het over. Dus ik heb 2 pakjes ham. Ik heb een pakje Ardenne. En kalkoen, geloof ik, zei ik toch? Ja, dat heb ik ook. Hoppa. En dan heb ik gebraden gehakt. Boterhammenworst. En salami. En 2 mokka's en nog een snijworst. Gewoon voor mezelf. Dan ken ik even een week ervoor uit. Ja, nou ja, wel langer dan een week. Eigenlijk mag ook dat er ook van de rest nog wat overblijft. Want ja, ik heb betaald, dus het is voor mij. Ze krijgt wel wat mee, want er blijft hier wat van over. Krijgt ze mee, want dat eet ik toch bijna niet. Die krijgt ze mee, moet ik ook niet. Dus ja, dat soort dingen, dat krijgt ze sowieso mee. En dan zie ik voor de rest wel, want ze krijgt meer dan genoeg. Want de verjaardagscadeau heeft ze eigenlijk al lang al binnen. Ja, dat is onder andere schoenen en weet ik wat. En een ketting heeft ze ook gehad. Roestestalen ketting wou ze hebben, nou heeft ze ook gehad. Dus ja, ik vind het wel gezegend. Ik heb ook geen geldboompje in mijn tuin. Nee, wie wel, hè, tegenwoordig. Wie wel. Nou, moet hij er wel tussen willen. Zo. En dan ga ik straks in de volgende reclame gaan beginnen met op te ruimen. Ik ga nou mijn koffie op drinken. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En dan ruim ik straks hier de boel weer op. Achter me. Hup. Helemaal dikke bende. Ja. Komt wel goed, jullie kennen mij. Ja. Ik heb het liever netjes om me heen. En ook liever een hele vloer. Maar ook dat kost een hoop poen. En ik moet deze knaap nog even inpakken. En dan komt dat ook wel weer goed. Dus ja, dat dus. Ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om naar bed te gaan. Ja. Ja. Lekker, lekker, lekker. Even zo, hè. Ja, nog verder duwen. Hè? Ja, we gaan lekker naar bed, want het is al de hoogste tijd. Het is
2:35, dus het is alweer 2:30 geweest. Ja, en dat in de nacht. En ik krijg het vandaag nog druk ook. Ja, althans vanmiddag. Want ja, ze vertrekken geloof ik rond 9:30, 9:30, zoiets, meen ik. En dan is het 1,5 uur rijden. Dus ja, weet ik veel hoe laat ze dan hier ongeveer zijn. En misschien gaan ze nog een winkel aan, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dan moet ik wel ook klaar zijn als ze hier arriveren. Ja, ik moet de meisjes uit zijn geweest, et cetera. En dan wil ik toch ook al wat aan de hapjes gedaan hebben. Dus ja, een drukke dag. Hé, joh, ogenzie dikke. Even worst snijden, kaarsjes versnijden, maar worst snijden. Ja, voor de rest bekijken ze het maar. Ja, toch? Ja. Ja, kind. Ja. En wat zijn we dan weer blij? Oei. Maar ja, ik ga dus naar een beetje toe, want ik ben echt ook moe. Alles is schoon, hè? Ja. Ik ben aan het werk geweest. Ik laat het jullie nog even zien. Ja, nou, dat tasje daar zit wat in. Dat is van mijn telefoon. Set. Dat kan eigenlijk weg, maar ik weet niet waar ik het laten moet. Dat gaat zo mee. Die kan aan deze kant staan. Dit gaat mee naar boven. Jij moet zo staan. Mijn heksenboel. Dat gaat mee, zei ik. Water staat klaar voor de kruik. En de kruik die heb ik hier in een oude sok. Die gaan we straks eventjes uitdoen. En ook het water legen. En hier staat mijn drinkfles. Die moet ik eventjes legen en opnieuw vullen. En even ontspoelen. Ja, daar zit nog wat in. Ja. Dan doen we het zo even, ja toch? Oep. Meestal gooi ik het bij de meiden even in hun drinkersbak. Zo. En dan zetten we die hier neer. En dan zet ik jullie daar weer even neer. Zo, want ik moet mijn waterkan pakken. Pauw. Deze grote kan en dan moet ik ook nog staan. Anders zie ik niet wat ik doe. En dan leun ik op mijn stoel, want ik heb geen stok bij me. Hou niet morsen. Hola. Nog niet te vol ook. Zo, blijf staan. Lekker, kind. Dan moet daar ook weer water bij. Maar ik zal eerst deze sluiten. Die moet ook weer dicht, want die moet mee. Naar erboven toe. Hop. Die afdrogen. En dan pakken we de litermaat. Zo. En dan gaat er weer een beetje erbij in. Ik zorg altijd dat hij vol wegkomt. Zo. En nou zit er hier een metertje. En die moet je in de gaten houden. Met hoeveel water je er doorheen gooit. Ja, moet ook andere week of de week erop, denk ik. Nee, want ik heb nog een filter.
Ik heb nog één filter. En als ik die erin doe, dan moet ik nieuwe aanschaffen. Dus zetten we deze weer in de koelkast. Hoppa. Zo. Nou, dan staat deze in ieder geval alvast klaar. Dan neem ik jullie weer even mee, want mijn bureau is ook schoon en netjes en klaar. Er liggen nog een paar papiertjes onder mijn computer, want ik moet ook nog over die brandhonden was dat toch? Brandhondenstichting geloof ik. Daar moet ik nog even voor weg. Maar jullie staan verkeerd. Dus eventjes buigen. Nee, dan staan jullie te ver. Zo geloof ik, ja. Nou, ik laat het jullie even zien hoe netjes het allemaal weg is. Ja, kijk, die papiertjes liggen er nog. En hier moet ik mee aan de gang met die. En dat moet ik ook nog mee aan de gang en bewaren. En er is een slot, maar er zit geen sleuteltje erbij, meer bij. Maar hij doet het dan wel. Ja. Nou, hier was een dikke puinhoop. En dat is allemaal opgeruimd. Ik heb mijn nagel in een ander bakje gedaan, want ik heb een heleboel nagellak. Nou, dat doe ik allemaal altijd beneden, niet boven. Dan nog de snoepjes. Dit moet ik aan Roderick vragen, want ik weet nog steeds niet. Ik geloof ik 2 jaar geleden gekregen voor mijn verjaardag nog. En ik weet nog steeds niet wat het is. Het blijkt op een sleutelhanger, maar je kan er wat mee. Ik weet niet wat. Dus ja, dat dus. Dit is het enige wat dan eigenlijk als troep aangezien kan worden. En dus wat moet je in mijn jurkje snuffelen? Het is al zo laat en we maken het nog later. Ja. En of ik slaap dan, ik vraag twee. Ook dat nog. Terwijl ik druk bezig ben geweest. En ik weet niet wat ik heb. Ja, pijn in mijn rug. En als ik op ga staan, pijn in mijn knie. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. Enkel ik ben niet moe. Oh, die schaar komt eruit. Dat hoeft maar niet. Zo. Voilà. Ja. Voilà. Dus, maar we gaan wel naar bed. Dan ben ik maar op bed. Lekker een warme kruik mee, want ik heb koud. En dan vallen we hopelijk lekker ook toch in slaap. En dan morgen de tijd eraf. Ja. Moet maar, hè. Ik weet niet hoe laat ze hier ongeveer zijn. Dus moet je er wel bij tijd eraf wezen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. We nemen jullie daar gewoon morgen gezellig in mee. Doe je even normaal? Deetje zingen of wat dan ook? Ik weet niet. Hè, kind? Maar dan nemen we jullie gewoon gezellig in mee. En maak er een gezellig feestje van morgen. Oftewel, vanmiddag. Dus voor nu zeg ik welterusten, slaap lekker, met mooie droom. En gezond weer uit je bed zien te komen. Ja, ik lach om jou. Ja, en gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.